Ik heb onlangs zo'n snelklem gekocht voor op mijn werkbank. En dan had ik kleinere gaatjes ingeboord voor gewone schroeven, zodat ik hem gewoon overal kon schroeven waar ik hem hebben wilde. Ik heb hem nou op de werkbank geschroefd. En nou, dat gaat geweldig als je iets moet doen met een plaatje. Maar als ik nu twee plaatjes wil, dan doet hij het niet meer, want dan is hij over zijn kracht heen. Kijk, met één zo'n plaatje kan je hem wel instellen. Je kan hem hier op diepte, maar hij is de diepste diepte heeft hij. Hij kan niet meer omlaag, want dan heeft hij helemaal, kan hij het niet doen. Nou heb ik het idee dat als ik hier nou een plaatje onderleg, vastschroef, en dat plaatje vastschroef, dan heb ik een meer ruimte om hier deze schroefdraad te benutten. Ik kan dit natuurlijk lager instellen door dit schroefdraad. Je kan hem ook meer naar je toe halen, dus die instelmogelijkheid heb je. Maar als ik hem op de werkbank, dan heb ik niet veel ruimte, alleen maar als ik hele dunne plaatjes gebruik. Maar als ik iets dikkere plaat heb, dus als dit nou hoger staat als mijn werkbank, dan heb ik meer ruimte, speelruimte om dit in te stellen. Dit is voor een klein plaatje en dit is weer voor groter. Dus dan kan ik steeds, nou eentje lijkt mij genoeg. Dus dan ga ik hier twee schroefjes inzetten. Twee schroefjes is al sterk zat. Kijk, en dan heb ik, hij steekt er al een beetje uit. Dus ik kan er nog een kleinere schroef. Als ik hem nou hier wil gebruiken, kijk, dan kan ik heb ik nog een heel stuk over eigenlijk. Maar nou, kijk. Maar nu heb ik wel een heel stuk over dat ik nog iets dikker hout kan gebruiken dan dit.